Ik denk dat je op andere plekken nog haar hebt wat niet goed gekruld is. Oh shit. Nee. Ik heb nog 5 minuten. Doe mij ook even de raar. I'm a girl. I'm gonna burn your face. Nou, moet hij ook echt. Eigenlijk mag ik dat niet doen, maar. Wij hebben dit hele weekend meet and greets in Utrecht en we slapen vanavond in het NH Hotel. Hey, kun jij even mijn schoenen halen? Nee. Haal even. Nee. Ik heb er zin in. Oh, maar wacht. Ik heb nog helemaal geen breakfast. En ja. Oh, ik ben echt lelijk zo. Beetje Famke Louise zingen. Nee. Ik doe mijn best, doe mijn best. Daar ga ik even op lopen, ja? Kom nou! They say fashion kills. It's a murder. It's a murder scene. Make that cat walk. Het is nu zaterdagochtend 10:30. En we hebben van vandaag tot zondag rond 4 uur, 5 uur meet and greets. En ik heb er echt tering veel zin in. Broer. I don't give a fuck about your riches. Hey! Bitch! Bitch! Fight, bitch! Fight me, bitch! 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 Ik zat helemaal alleen hier in mijn eentje. Ja! Nu ben ik niet meer alleen. Bitch! Wanna fucking bitch! Hoe ga ik hier langs? Oh, 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 oh. Jezus, hoe kom ik hier? Ah. Hallo! Heel nice, oké. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I notice you think that you... Deze meid hier heeft echt zo'n vet boek gemaakt. Met allemaal echt super toffe foto's. Met echt super goede kwaliteit. Dit zijn we vorig jaar. Ik ben een keer op station tegengekomen. Ik ken deze meiden ondertussen al 4 jaar echt lang. En ik vind het heel fijn om jullie weer te zien. Ja, wij ook. Wij ook. Dat waren mijn laatste. Marije staat daar nu, die gaat nu bezig. En ik ben klaar met mijn eerste. Dat we een verkering hebben. Oh, goede thumbnail. 1 seconde. Oh, broer. Ik heb stacks. Wow, nu kan je een nieuw huis kopen. Leuke cadeautjes gekregen, dankjewel. Eigenlijk zou ik dit niet voor mijn lunch moeten doen. But we got pizza, bitch. Het is een beetje donker zo. Ik zie mezelf niet zo. Nee, jij hebt ook zonnebril af, stomme kut. Oké, ik ga nu inchecken. Wacht, waar ben ik eigenlijk? Hoe laat is het? Ik ben met mijn assistent. En met mijn stylist. En we gaan even inchecken. Zo, dikke puist hier. Ik ben in mijn hotelkamer nu. Ik heb even al mijn spullen hier neergelegd en me klaargemaakt. Dit zit wel echt heel lekker. Maar daar hebben we geen tijd voor. We gaan begon! Torsten heeft dus nieuwe schoenen. Wacht, niet zo snel. Niet zo snel. Hij wil niet dat er van die scheurtjes inkomen. Dus hij loopt heel gek. I don't wanna get creases. He don't want no creases. Don't want no creases. Wat een Nah, is het niet normaal? Dus Marije en Torst gaan altijd hand in hand lopen. En dan voel ik me gewoon derde wiel, dus ik ga er gewoon tussen lopen. Ja, echt? Kijk zo. We're all in this together. Oh, dat is lelijk. Jij bent gewoon lelijk. Ah, hou je bek. We gaan sushi eten. Ja, sushi. Even lachen, Torsten. Ik krijg gewoon een e-mail waarin ze vragen of ik een paar kilo wil afvallen. Doe het! Gaat-ie. Komt goed. Wow. Hé,
chill, doe normaal. Het was echt heel stom. Zit je nou frieten eten in een sushi restaurant? Ja, hier. Op mijn broek, hè? Stefan is van de woordgrappen, wat vindt hij ervan? Ja, en 6,5. 6,9. Nee. 6,9. Stefan, geef me ook een broer. Nah. Oké, only omdat jij het bent. Jump. Oh my love. Jump in. Ik ben moe. Er zit een croissantje tussen mijn kiezen. Lekker. Hi. Goedemorgen. Mooi beeld. Croissantje. Zo. Ja, wat krijgen we nu? Dit is echt... Goedemorgen. Mijn angle. Hij wordt ook gewoon niet scherp. Net zoals hoe ik me voel. Hoi allemaal. Is dit een nieuw item? Oké. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom niet zeiken. Oh nee, niet van die onderkant. Oh. Squishies! Ja. Blij met een stinkende squishie. Ik ga er vandoor, doei! I know this, you think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who does it. They can't see. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik ben in Oud-Beijerland. En voor de mensen die nog nooit iets van, die daar nog nooit over hebben gehoord, of van hebben gehoord, insgelijks. Ook pas sinds we een programma voor Nickelodeon aan het filmen zijn. Nou, deze mensen hebben vandaag allemaal plan om gekke opnames te houden. Maar ik ben toch weer echt in een bed beland. En ik ga lekker mijn ogen dicht doen. Daar heb ik echt zo ontzettend veel behoefte aan. We gaan even tv doen. Dus jullie zijn net... TV doen? We zijn klaar! Het is nu... Nee, het is al ondertussen 7 uur. Dus dat heeft een uurtje of 7 geduurd. Erik, je staat in mijn shot. Ga weg. Ik kom uit de kast als vlog. Het is woensdagochtend. Inmiddels is het 12:30, man. Oh, het is woensdagmiddag. Simon heeft hier helemaal zijn setje opgebouwd met zijn dikke mic en zijn... Ja, man. Hoe noem je dat ook alweer? Je opstelling. Je opstelling. Exact. Alles wat we nodig hebben om hits te maken. Broer. Neef. Nee, oké, maar Simon heeft 2 nummers soort van in elkaar geflanst. 2 soort van remakes van instrumentals. Yes. We wachten nu nog op mevrouw Sophie Oeschie, want die is wat later. En dan gaan we dat allemaal inzingen in deze mooie microfoon. Hey! We hebben net een speciale video gemaakt waar wij nu allemaal voor het eerst op gaan reageren. Wil je even smaaien, Simon? Een kusje? Dag! Dag! Oh. That was it! Oh my god! She's wet! Oh, dat komt echt door je vader. Ja, dat is echt. Simon heeft heel hard gewerkt. We gaan nu nog 1 stukje opnemen. Simon, en dan is het klaar en hebben we hem erop staan. En dan ga ik naar locatie, een hotel. Het heet Hotel Arena. L'hotel. En daar hebben we de release van Oh, wow. Een heel... Hey! Jij zegt ik heb de release van, maakt je zin gewoon op. Oh. Lomo! We zijn klaar! Hey. Met leven! En het is gewoon exact 4:30 en dat is exact de tijd dat we alle 3 weg moesten. En het is gelukt. We hebben er 2 nummers op staan die Simon nu nog gaat bewerken en dan zijn we klaar. Ja. En een video maken. Lid, broer. Thalys. Het duurt niet altijd het langst. Nee, slaan is om. Eerlijkheid duurt niet altijd het langst. Zo. Die ken ik. They can't see the vision, boy. They must be out of focus. That's a real hot album, homie. I wonder who wrote. Dus, het is vandaag donderdag. En ik heb een hele drukke en heftige, maar mega goede en positieve week achter de rug. Gisteravond had ik de lancering van de 10e editie van de Lomo. Waar, als het goed is, de meeste jullie nu weten, ik in stond. En daar stond ik in met mijn coming out. Ik ben er mega blij mee en het artikel is super nice geschreven. En ik had dat echt op geen enkele andere manier willen doen. En vandaag, voor mij donderdag, is mijn eigen video online gekomen. En ik vind het echt bizar om te zien hoe
positief jullie allemaal reageren. En ook mensen die me niet kennen, mensen die me wel kennen. En ik heb echt geen woorden voor hoe blij ik ben hoe dit wordt ontvangen op dit moment. En dat ik dit zo kan zeggen op deze manier en dat ik zo'n video kan maken en dat mensen daar zo belachelijk goed op reageren, dat is echt het beste gevoel wat er is. Ontzettend bedankt voor alle mega positieve reacties. Jullie hebben echt geen idee hoe ik me nu voel. Het is echt bizar. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond om naar te kijken. Als je dat vaker zou willen zien, doe dan een duimpje omhoog. Laat me dat even weten in de reacties. En ik zie jullie heel snel weer.